ik voelde, er was geen vuur in me of zo. Wel zin. Natuurlijk, je moet je titel verdedigen. Dat was mijn eerste title defense. Maar was niet gretig voor hem of zo. Ik ga hem sowieso slopen. Ja, sowieso. Ik heb tegen mijn mate gevochten, man. Wie? Toen ik nog in de B-klasse was. Echt? Ja, man. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lick. Okay? Okay. Fernando. X is in that station for a reason, baby, alright? Nando Lick. Hey, what up, it's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper, Haren Keeper, Banger. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. Waarom moet je abonneren? Omdat dit een podcast is over de culture. Het is een podcast waarbij je eigenlijk een beetje een inkijk krijgt in de wereld van je favoriete artiesten, atleten, beroemdheden. Het maakt niet uit. It's all up to you. Je kan altijd reageren, write in the comments en laat me gewoon weten welke artiest of persoon of bekende beroemdheid of idool je graag hier wil hebben. Dus daarom moet je subscriben, want we gaan de channel groter maken. It's all about the culture. Het is voor jou, het is voor je broer, je neef. We gaan inspiratie en motivatie delen. Dus, abonneer, like. En als je gewoon onderdeel bent van de community, dan gaan we je ook hele mooie dingen gunnen. Leuke prijzen en good vibes. Mijn naam is Fernando, je weet, Mr. Keep It Hard, Keep It Banging. Vandaag een soort Fight Club editie. The one and only Donovan Wisse, middleweight champion of the world, glory. Broski, welkom. Dankjewel, man. Welkom, man. Normaal gesproken zit je lekker gewoon in su, ja, met de zon. We hebben gewoon lichten hier zo, die een beetje de zon zeg maar na willen bootsen en zo. Maar welkom, man. Dit is real talk. Dit is de plek eigenlijk waar we jou beter gaan leren kennen. Ja. Wat jou motiveert, wat jou drijft. Maar allereerst, hoe gaat het met je, man? Het gaat goed. Ik ben in Nederland. De meeste van de tijd ben ik in Suriname. Daar woon ik, daar leef ik. En nu ben ik hier in de kou en het voelt goed aan. Is dat ook de reden dat je auto weer terug gaat? Omdat die kou op een gegeven moment zegt, dat is, kom hier! En jij zegt, no! Dat is zeker een van de redenen. ik ga lekker naar de zon. Ja. Ja, toch. Maar oké, maar wanneer kunnen we jou, zeg maar, wanneer gaan, want heb je ooit hier in Nederland gewoond? Wat is jouw story? Ja, je bent geboren in Suriname, toch? Ik ben geboren in Suriname. Ik heb 5 jaartjes, toen ik wat jonger was, heb ik in Nederland gewoond. Ja. Zijn we terug verhuisd naar Suriname. En naarmate mijn carrière begon te lopen, toen ik begin A-klasse was, ben ik verhuisd naar Nederland. Heb ik hier 3 jaartjes gewoond, contacten gelegd, debuut gemaakt op Glory. En toen ben ik weer terug verhuisd naar Suriname, man. Oké, je dacht op een gegeven moment van, ik heb hier mijn titel gepakt, ik ga weer terug. Nog voordat ik mijn titel had gepakt, ben ik teruggegaan. Eigenlijk. Dus dat jaar dat ik terugging, wilde ik al voor de titel gaan. Toen kwam COVID. Ja. En toen was het een jaartje uitgesteld. En in 2021 werd ik kampioen. Hoe was het voor jou dan? Want COVID heeft natuurlijk heel veel muzikanten en artistieke mensen ook platgelegd. Want je kon niet optreden, je kon niet je kunst en je passion delen met mensen. Ja. Maar hoe is het als vechter zijn? Zeg maar, dan, hoe verandert je life op zo'n moment? Het was heel frustrerend eigenlijk. Dan had je contact met Glory. Oké, je gaat zo'n dag vechten. Ja, je bent ready, je bent aan het trainen, maar niks komt terecht. Maar ja, hun kunnen er ook niks aan doen. Ja. Dus er was geen zekerheid, er was eigenlijk niks. Ik heb wel veel laten liggen in dat jaar. Dat is wel minder. Qua wat? Nou, ik kon misschien met MMA training kon ik al veel verder zijn dan nu eigenlijk. Ja. Dus dat is wel het enige minpunt eigenlijk, wat ik heb laten vallen in dat jaar. Maar voor de rest, ik ben kampioen geworden in het jaar daarop. En het gaat tot nu toe goed. Maar even over het MMA, is het iets wat je wilt gaan ontwikkelen of zo? Ja, of is zeker iets dat ik wil gaan ontwikkelen. Dus je wilt uiteindelijk na kickboksen in de MMA gaan? Ja. Ja, serieus? Ja, bro, next level shit. Dus UFC gewoon klappen uitdelen en shit. Dat is zeker intens, hoor. Ja. Oh, dope. Maar oefen je al ermee? Want hoe gaat zoiets dan? Spelenderwijs ben ik nu aan het oefenen. Als ik moet vechten met voor de kickboksen dan, dan laat ik dat even liggen. Ja. En dan gewoon focus op het kickboksen. Want je merkt wel dat veel kickboksers uiteindelijk de overstap willen maken of maken naar UFC. Waarom is dat? Is het om de paycheck of is het gewoon ook om de uitdaging dat je op een andere manier je vechtskills kan laten zien? Nou, ook je vechtskills laten zien en zeker ook de paycheck. Ja. Maar voor mij is het meer het is een andere variatie. Je hebt grappelen, je hebt worstelen, je hebt jiu-jitsu, karate, boksen, kickboksen. Dus dat vind ik wel interessant. Ja.
En je kan gewoon lekker doorgaan. Je slaat de gina aan en je gaat op de grond. En je kan nog iets erachterna doen of zo. Vind je het jammer dat je dat niet bij kickboksen hebt? Oh, in principe niet. Ik doe gewoon kickboksen omdat ik het leuk vind. Ik heb er talent voor. Ik hou heel veel van. Ja. Maar gewoon voor iets nieuws. Een nieuwe trigger, een nieuwe push. En dat vind ik interessant. Want je bent nu al wereldkampioen. What's next? Want zeg maar, dan heb je nu... Je moet je titel verdedigen. Ja. What's next? Nou, ik wil in ieder geval meer title defenses dan Pereira hebben. Even volgens mij 5 of 6. Ja. En ik wil sowieso iets meer dan hem. Misschien nog een keer een uitdaging aangaan en light heavyweight voor de titel. Oké. Okay. Zo niet, dan laat ik... Dus je wilt in gewicht zakken? Nee, naar boven. Naar boven, oké. Okay. Ja. Okay. Dus ik, dat zijn een beetje mijn gedachten eigenlijk. En wie staan op je hitlist? Want zeg maar, elke vechter heeft een hitlist van... ik wil graag tegen die vechten. Als ik die persoon heb gesloopt of whatever... dan kan ik, weet je toch, kan ik lekker slapen. ik slaap lekker als ik iedereen heb gesloopt. Dus tot nu toe slaap ik lekker. Ja. Eén iemand, Bayrak, ik wil een rematch tegen hem. Hij heeft van mij gewonnen dan in Glory. Enige verliespartij in mijn professionele carrière ook. Ja. Dus tegen Bayrak zou ik wel heel graag willen. Ik vraag er al een paar jaar naar die rematch, maar dat gebeurt maar niet. Oké, okay, wie moeten we bellen? Moet ik Robbie bellen? Moet Robbie bellen. Robbie, hij wil een rematch, toch? Maar hoe gaat zoiets? Dus zeg maar, voor de mensen die misschien geen verstand hebben van hoe het achter de schermen gaat met kickbox. Dus je vecht tegen iemand, je verliest, je wordt een rematch, wat logisch is. Ja. Hoe verloopt dat? Moet je tegen de organisatie zeggen, hey, ik wil graag tegen die persoon? Of moet je dan de tegenstander vragen van ik, of zeggen, hey, kill. Hey. Je kan het op verschillende manieren hypen en natuurlijk overbrengen. Maar in principe praat je gewoon met de matchmaker eigenlijk. Je biedt iets aan en als hij hapt, dan hapt hij. Maar misschien heeft het ook met de andere kamp erover en hun willen dat niet. Ja. Dus die verschillende factoren eigenlijk. Ja. Dat is wel lastig. Maar wat je zegt, is je enige verliespartij in de professional game. Hoe ga je om met zo'n verliespartij? Want ik kan slecht tegen mijn verlies. Ik speel gewoon vals om te winnen. Ja. Maar hoe is het voor jou als vechter? Want dan heb je zo'n verliespartij. Wat doet dat met je? Ik hou ook niet van verliezen. Ah. Dus ik train om te winnen. Dat is mijn focus alleen op de winst eigenlijk. Dus hij was de betere die avond. En... ik heb er mee kunnen leven. Ik heb het niet gratis weggegeven eigenlijk. Uh-huh. Het was een gevecht van beide kanten. Uh-huh. En ik was gewoon een mindere die avond. Dus het was niet zo, zo'n zware domper voor mij eigenlijk. Ja. Maar is het niet zo dat je op een gegeven moment... Ik kan me voorstellen dat je in huis gaat. Je denkt, shit man, ik had die spin kick. Sowieso, ik ga van mijn trappen naar het hoofd. Ja. Die zat vers op zijn hoofd. Ik weet niet hoe hij bleef staan. Eerste ronde. Ik weet echt niet. Zijn ogen waren wel direct breed. Ik zag van, hij was sowieso aangeslagen nog. Ja. En toen, volgens mij, schopte ik mijn bitje uit, mijn bitje viel. En ik ga voor low kick. Dus ik trap hem ook uit de ring. Ja. En dan moesten ze me nog mijn bitje zoeken en zo. Dus had hij hersteltijd eigenlijk. Ja. Dus na dat was hij weer hersteld. En ik kon hem niet afmaken eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat lijkt me altijd zo confronterend. Als ik tegen iemand zou vechten en ik geef hem een klap in die man... staat gewoon nog. Denk, ja. Ik zou even denken. Hoor, joh. Maar op dat moment was hij sowieso niet bij. Dat zag ik ook. Ja. Maar ik kwam er niet door. En die beetje viel. Dus dacht ja. Jammer. En in je laatste wedstrijd, wanneer was je laatste wedstrijd alweer? Dat was tegen Yuri Da Souza. Dat was in augustus. Ja, maar die hebben ze op een gegeven moment... Wat vond je van dat partij? Want ik had het gevoel dat je inhield. Ik is niet op me inhield, maar ik voelde er was geen vuur in me of zo. Ik wel zin. Natuurlijk, je moet je titel verdedigen. Dat was mijn eerste title defense. Maar ik was niet gretig voor hem of zo. En ik viel aan en hij gaf maar geen openingen waar ik op kon counteren en zo, om eruit te halen. Het was een apart gevecht, bro. Het was zeker een apart gevecht. Ik keek ernaar, toen dacht ik... Ik wist niet wat ik ervan vond. Ik denk, hè, houdt hij zich nou in? Weet hij niet? Bro, daarom vind ik mooi aan Real Talk. Ik kan gewoon aan de persoon zelf vragen. Ja. What the hell was happening in die wedstrijd? Yuri was een hele aparte tegenstander. Ja. Nog steeds petje af voor hem. Hij wilde wel tegen me vechten. Die andere jongens in de divisie wilden niet. Dus heeft Glory iemand gezocht buiten Glory natuurlijk. Ja. En Yuri wou en hij heeft het gedaan. Dus petje af voor hem. Respect aan hem toe. Hij moet aankomende zaterdag tegen Serkan vechten. Ja. Dus kijk wat daar gebeurt. Hoe denk je dat die gaat lopen dan? Oh, ik weet niet, man. Het zijn beide aparte vechters. Ja. Ja, maar dat is ook zo'n ding. Maar zeg maar, weet je, want je hebt een bepaalde vechtstijl. In hoeverre moet je soms in de ring je vechtstijl op
Want als jij een vechter tegenkomt die waarop je niet kan counteren, in hoeverre moet je dan freestylen? Dat je denkt, nu ga ik southpaw of nu ga ik het switchen. Klopt. Pas je dat wel eens toe, want je hebt een gameplan natuurlijk. Nee, zeker. En daarna heb je ook gewoon een hoek nodig. Want misschien hetgeen wat jij doet, werkt niet. En dan heb je even je hoek van, zet het zo op of probeer iets anders. Ja. Ga eerst naar de benen focussen en dan komt er wel iets. Ja. Dus op een gegeven moment in de vierde ronde begon ik met die low kicks. Trouwens, in een heel gevecht gaf ik low kicks, maar in de vierde en de vijfde ronde had hij echt heel veel last ervan. Ja. Dus ik dacht van, Sang, was ik maar vanaf tweede, derde, vierde, vijfde gestart met die low kicks, dan was dat volgens mij eerder afgelopen eigenlijk. Ja. Of ja. We konden opzetten voor die high kick. Ja. Voor je trap naar het hoofd, maar gewoon terug naar de training en gewoon een andere, gewoon aan werken eigenlijk. Ja. Ja. Dus op die manier. En zijn er dingen die je ook gewoon bij jezelf zag, dat je dan denkt van oké, daar kan ik aan sleutelen of daar ben ik beter in geworden of daar kan ik nog beter in worden? Je hebt sowieso ruimte voor verbetering, dat altijd. Maar in dat gevecht was het, ik keek niet echt naar wat ik kan verbeteren of zo. Op die manier keek ik er niet naar. Ik denk van ik heb mijn gevecht gewonnen en ik weet ik kan sowieso beter. Ja. En ik weet niet, man. Ik denk als het een betere tegenstander was, waar ik een druk bijvoorbeeld zou voelen, bijvoorbeeld als hoe Serkan zo Biggie praat altijd, dan heb ik, hoef niemand me te motiveren om te gaan trainen. Dat doet niemand hoor, maar dan hoef je me niet te zeggen van, we moeten gaan rennen, ik ben al daarvoor dat jij dat zegt. Of zo, je weet toch? Ja, heb je dat soms nodig, die vuur van het iemand je uitdaagt van, ga je slopen? Ik ga hem sowieso slopen. Maar heb je dat, vraag me soms zo, heb je dat in de ring nodig, dat je ook een soort persoonlijke vete tegen iemand, of een soort, ik zou nooit tegen iemand kunnen vechten die ik mag. Ik heb tegen mijn mat ingevochten, man. Wie? Toen ik nog in de B-klasse was. Echt? Ja, man. Hoe heet hij? Kennen we hem? Of? Nee, Suriname was het. Ja, bro, hoe moeilijk was dat? Ja, dat was moeilijk, man. Was niet moeilijk of zo, je weet toch. Hij wilde al tegen me vechten, voordat we waren nog geen matties. En op een gegeven moment werden we matties en beste matties en zo. Ja. Dus mijn tegenstander viel weg en die van hem viel ook weg. Ja. En toen kwam ze trainen naar mij toe of naar mijn vader toe. En toen zei hij van, oké, wat we kunnen doen, we kunnen tegen Neffie. Dus ik zei, Sang, tegen mijn mattie, man. Ja. Dus ik bel hem, hij belt mij. Ik zeg, wat gaan we doen? Want B-klasse, je bent in Suriname, je krijgt een kleine gaasje. Ik zeg, bro, we hebben money nodig, vriend. Je weet toch? Ik heb getraind, jij ook. Als ik win, krijg je iets. Als jij wint, je weet toch, dan regelen we iets. En toen hebben we gevochten. Ik heb gewonnen op knockout. Wauw, je sloeg je beste man gewoon knock-out. Was niet de bedoeling. Was niet de bedoeling, man. Hij gaf me 3 harde trappen. Ik dacht, man. Jij of ik? Precies niet. Maar heeft het de vriendschap op een bepaalde manier ook zeg maar, beïnvloed? Een beetje? Of nee, niet? Het was gewoon hetzelfde gebleven, man. Oké, dat is goed. Dat is belangrijk. Die avond zaten we nog bij Intensive Care ook nog. Ik heb zijn neus gebroken, man. Dus ik was er nog uitgaan. Ik zeg tegen die man, doe snel vriend. Kom te loes doen. Ik dacht, mijn neus, het bloed nog, doet nog pijn. Ik zei, mattie man. Maar we hebben daar gezeten totdat hij geholpen is. En was een kleine breuk in, ja. Dus Oh, is een crazy story. Dus je zou eigenlijk met hem gaan chillen. Ja, toch. En die was de noos gewoon. Het is verkeerd met die man te hangen. En Kim, we moeten weg, man. Ik heb mijn noos gebroken, man. Wauw. Maar was leuk. We hebben nog een aantal keer gespart nadien. Ja. Hij stak me gewoon op de training. Mijn trainer zegt de laatste 20 seconden. Ja. Dus ik denk, ik haal adem. Ik ga nog voor de laatste serie of zo om die ronde een soort van te winnen. Je weet hoe vind je een ronde? Ik stap in en geef mijn knietje op mijn soloplexus. Oh. Ik stap naar achter. Ik dacht, Scotty, door. Ik ga liggen. Oh. Ja. Ik een minuutje hersteld en dat ging niet. Dus zo op die manier, toch? Lachen we. Dat is payback, sowieso. Maar dat is wel grappig. Ja, want dat lijkt me zo moeilijk. Dat je tegen je mattie moet vechten. Want zeg maar, je wilt hem ook geen pijn doen. Nee. Maar je toch, dan denk ik van, hey. Bro, hij gaf me 3 trappen. Bye, baby. Ik dacht, normaal. Maar hoe is live, zeg maar, als kickbokser in Su? Zeg maar, ik ben een keertje in Su geweest. Mooi, man. Echt. Ga een keertje, man. Ga super besef. Hoe is live daar? Hoe word je ontvangen daar? Goed, man. Vooral voor de jongens die de sport beoefenen. Heel goed. Ze kijken naar je op. Ze stellen je vragen. Ze willen ook vaak met je trainen.
Ja, ik, in Su mag ik eigenlijk niet zoveel klagen, joh. Het is mijn land. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet waar ik vandaan kom natuurlijk ook. Van de regering is de ondersteuning wel iets minder. Maar op welke manier had je meer ondersteuning gewild dan? Van de regering? Ja. Toch erkenning ook. Ja. Erkenning. De manier hoe zo Biggie Boy zo erkennen, dan... Ik ben wereldkampioen, je weet wel. Dus diezelfde erkenning en die waardering is heel anders dan tegenover Biggie Boy. Respect naar hem toe, hoor. Daar niet van. Maar het is op die manier, dan doe ik gewoon mijn eigen ding. Ja. En dan denk ik veel minder aan de regering eigenlijk als ik zo... Ja, maar had je veel liever als ze bijvoorbeeld meer, weet je, voor een prijs aan je gaven, dat ze zeiden van, ja, Donovan is, we zijn trots op je. Nee, dat sowieso niet. Toch, gewoon het gebaar eigenlijk. Ja. Het gebaar en ook dingen doen. Ze zeggen dingen, maar ze doen niks. Ja. Je weet toch, blijf maar bij praatjes. En dat brengt je misschien naar Parijs toch of zo. Dus, En de boys, want hoe leeft, zeg maar, is kickboksen populair, zeg maar, nu in Suriname door jou? Of het is wel altijd populair geweest, man. Sinds de jaren 2000, zo. Ja. En op een gegeven moment kwam Slam. Die organiseerde ook daar. Ja. Return of the King, Tyron Spong. Je weet toch, heel wat namen hebben in Suriname gevochten. Nicky Hosken, Tyron Spong. Dus de sport leeft daar wel. Genoeg talenten daar. Ja. Dus... Ja man, gaat goed daar, gaat goed. Maar wanneer kom jij naar Nederland, man? Wanneer ga je hier wonen, man? Ik wil jou hier zien. Hier wonen? Ik wil jou hier zien wonen. Zo. Ja man, gewoon hier, gewoon vechten. Gewoon... Hier wonen. Wonen hier is moeilijk, man. Wonen hier is de zon man. De enige probleem, bro? Nee, dat niet. Maar gewoon thuisgevoel. Ja, je voelt je gewoon thuis daar. Ik voel me ook zeker thuis daar. Oké. Dat zeker. En... Maar ook, ik denk ook dat het gewoon goed is om hier te zijn. Ik zei het ook gewoon off-air ook tegen jou. Van, ik vind dat je meer zichtbaar kan zijn. Ja. Omdat je bent wereldkampioen. Ik vind dat meer mensen jou zouden moeten zien. En dat je ook gewoon op verschillende plekken te zien en te spreken bent. Dat mensen, want mensen willen je ook beter leren kennen. Dat is ook goed voor je wedstrijden. Kan je meer fans creëren. Klopt. Die zeggen, maar die Donovan is dope. Hij is laatste Mattie wel op zo'n nos als hij stoer doet. Maar voor de rest... Ja. Maar snap je, dan hebben mensen ook een beetje beeld bij jou. Snap je? Want nu ben je een mysterieuze guy van... Je komt next level in de ring en daarna verdwijnt je in Su. Ik had ook altijd van... Hé, maar woont hij nou hier? Gaat hij nou daar? Heeft hij daar een soort... Snap je? Dus heb je daar wel over nagedacht? Om... Ik heb er wel zeker over nagedacht, hoor. De reden waarom ik ook verhuisd ben... Ik heb een hele goede band met mijn trainer in Suriname. Ja. Hij kent me vanaf ik 10 jaar ben of zo. Ja. En... We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. De tijd dat ik hier ben komen wonen, heb ik het ook goed afgemeld tegen hem. Hij zei ook van, ga naar daar, ga trainen, ga vechten daar. En dan zien we wel wat er gebeurt in de toekomst. Ik heb hem altijd in mijn hoek gewild. Ja. Toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met Dave Davis van Kickboxer Fearless. Ja. Heb ik mijn eerste glory gevecht gedraaid. Was mijn trainer Suriname er ook bij. Dus in het publiek, niet in mijn hoek. Ja. En toen ik terug ben naar Suriname, heb ik het contact met hem opgenomen. We hebben altijd contact gehad, hoor. Ja. Contact met hem opgenomen. Hey, dit gaan we doen. Vanaf nu ga je in mijn hoek staan. En zo zijn we begonnen met goed trainen. Dus je hebt nu 2 trainers eigenlijk? Ja, 2 trainers. Oké. Okay. Dus als je in Nederland bent? Ja. Ben ik bij Kickboxer Fearless en in Suriname ben ik dan bij Watson, Jurgen Watson. Oké, is die loyalty ding volgens mij bij jou? Nee, sowieso. Ja. En ik ken hem, hij kent mij. Ja. Hij weet wat ik moet doen. Hij weet waar ik eigenlijk zou stoppen. Als hij dit zegt, dan ga ik door. Ik kan me motiveren. Ik heb ook een moeilijke band om naar nieuwe mensen te luisteren eigenlijk. Nieuwe trainers of zo, weet je toch? Ben je koppig? Wel een koppige jongen, man. Nee, maar het is goed om dat van jezelf te weten. Ik bedoel, dat is echt ik ben wel koppig, man. Ja. Ja. Maar heb je het gevoel dat je soms jezelf ook in de weg zit? Door je koppigheid? Ja, toch wel. Toch wel. Op welke manier dan? Of wel, kan je een voorbeeld geven? Net als jullie zeggen, ik moet in Nederland komen wonen. Ja. Dan denk je, moeilijk. Dan, ik denk op dat gebied dan. Ja. Omdat ik weet van... Op een gegeven moment wat ik in Suriname heb qua trainer en... Qua de band die ik met de jongens heb. Het niveau in Suriname is niet zo geweldig. Ook weinig A-klasses. En degene die A-klasses zijn dan lichter. Je weet toch, 60 kilo, 62 kilo. Dus. En nu heb ik dan minder weerstand en zo. Ja.
Maar de trainingen die ik daar kreeg, is dan vind ik top. Maar denk je niet dat het beter voor jou zou zijn? Ik zit gewoon mee te denken, hoor. Dat het beter voor jou zou zijn om, zeg maar, juist te vechten tegen gasten waar je weerstand tegen hebt, die ook kunnen slopen terug, waardoor je op een gegeven moment ook jezelf weer kan uitdagen. Omdat nu sta jij bijvoorbeeld... Tijdens de sparren bedoel je? Ja. Tijdens de sparren. Ja, dat je daarom misschien je technieken nog meer kan... Weet je, I don't know, maar... Ja, klopt. Maar ik ben niet zo van het dat ik mezelf moet bewijzen heb tijdens het sparren. Nee, maar het is gewoon meer voor je techniek. En ook bijvoorbeeld, stel je komt een moeilijke tegenstander in de ring tegen. Ja. Dat omdat je een paar lijpe sparringspartners hebt gehad, dan kan je ook op een gegeven moment... Ik snap je wel. Maar als ik een tegenstander heb, laten we zeggen Bayrak. Ja. Als ik Bayrak als voorbeeld moet nemen. Als ik na 2-3 gevechten van hem kijk, dan weet ik om en nabij wat hij gaat doen en wat hij kan doen. Ja. En dan heb ik het met mijn trainer over, met mijn trainers erover. Ja. En dan, maar als we die trainer vandaan nu nou hier naartoe halen, dan blijf je wel hier. Dus eigenlijk moet ik hem hierover laten vliegen. Ook niet. Maar dan heb je weer een stukje van hoe Su is. En, dus dat is het ook eigenlijk. Nee, maar ik snap het ook aan de ene kant. Hè. Ik bedoel, aan de ene kant is ook van... Het is voor je... Is je home. Ja. Weet je, de mensen, je familie zit waarschijnlijk familie, ook allemaal vrienden, daar. Iedereen zit daar. Snap je? Ik snap dat. Maar het is, ik probeer een beetje meer mee te denken. Ik denk van... Het is soms ook goed om uit je comfortzone te stappen. Daar komt groei. Weet je, als je uit je comfortzone stapt, ga je groei ervaren. Omdat je op een gegeven moment... Het is net zo als je op een nieuwe school komt. Het is nieuw, maar daardoor ga je weer jezelf uitdagen op een andere manier. Als je elke dag weet... Jij weet morgen precies hoe alle sparrings en alle sessies gaan naar Su. Dat weet je nu al. Nee. Weet ik niet. Nee, maar mijn trainer, hij varieert het. Of we gaan 5x3 dan petsen. Ja, ja. En in mijn rust moet ik gaan sparren. Ja. Dus ik heb een actieve rust en waar ze me kapot slaan. Oké, dus wat ik nu allemaal zeg is onzin. Je gaat gewoon naar blijven. Dus, niet dat je onzin zegt. Ja. Je hebt zeker een punt. Ja. Maar het is gewoon hoe ik het zie en hoe ik erin sta. En... Bro, uiteindelijk... Ja. Kijk, ik geloof ook in dit. Hè. Ik ben wel iemand van... iedereen kan een mening hebben. En ik vind wel van als ik iets... voel, want ik ben altijd zo geweest, als ik talenten, muzikanten, als ik muziek luister of ik spreek vechters, ik uit altijd mijn emotie en ik zeg van, nou, ik zou dit doen. Ja, je hoeft niks mee te doen. Maar ik zou het heel nep vinden dat ik met jou praat en ik zeg, hey, je bent lekker bezig. Maar, en ik denk iets wat misschien jou kan helpen en ik zeg het niet. Dan vind ik raar. Zou je? Dus ik wil het gezegd hebben. Nee, ik waardeer het dat je gewoon tegen me zegt. Dat zeker. Maar op hoe het tot nu toe gaat, vind ik. Ik ben de trainingen, kijk, kickbox is meer dan een training. Je moet ook meer dingen naar buiten doen. Ja. Social media, contacten leggen, wat je ook hebt gezegd. Ja. Dus ik moet heel veel daaraan werken. En sponsordeals, bro. Jij kan ook heel veel sponsordeals ook regelen. Klopt. Je weet toch? Dus, weet je kan gewoon je products naar buiten brengen. Dat is zeker. Dus ik heb wel 2 goede sponsors in Suriname. Dat is GoTo en Digicel. Shout-out, man. Shout-out. Sponsor me ook als ik daar ben. Nee, maar leuk. Nee, maar het is gewoon belangrijk. Als mensen een dikke shout-out geven. Maar hoe is het met food? Want eten in Suriname, bro. Ik ben daar voor een film gegaan. Ik had toen die film gemaakt met Jo Silvio. En we gingen toen naar Suriname. En ik was kapot verder aan het eten, bro. Bro, op een gegeven moment, binnen een maand kwam gewoon 8-9 kilo erbij. Maar hoe doe jij dat? Want zeg maar, the food there is amazing! Klopt. Hoe is die discipline dan? Daarom train je 2 keer op een dag, toch? Nee, maar eten daar is zeker lekker. Ik woon zelf op Blauwgrond. Uh-huh. Dat is waar al die warungs zijn. Ik weet niet of je daar bent geweest. Nee. Bij de Evane daar. Oh, nee, daar was ik al lang verkocht dan. Dus ik woon zelf daar. Dus ik ga niet... Ik eet amper in die straat eigenlijk. Ja. Dus ik kan me wel... Mijn moeder kookt daar lekker genoeg, joh. Ja. En dus... De food daar is gewoon... Er is gewoon iets magisch aan de food daar. Nee, zeker. Qua specerijen weet je het wel. Oef, die mix is hoe het gewoon valt. Als je bij jezelf denkt, moet met een kookprogramma komen. Misschien, I don't know. Maar luister, geloof me, de food is next level. Het is nog lekkerder dan als je het hier haalt bij de Surinamer. Wauw. Dus de food heb je onder controle. Je traint 2 keer per dag. Ja. En wat doe je in je vrije tijd? Wat, als je niet aan het kickboksen bent, behalve eten bij je moms. Wat doe je? Vrije tijd, chillen, man. Ik chill. Niet chillen dat ik uitga en dat soort dingen. Dat is wel heel erg minder geworden. Ja, je bent rustiger geworden? Ja, ik ben rustiger geworden. Okay. Ik ben gewoon met mijn matties. Ik geef zelf ook les. Okay. Op een sportschool in Suriname. Alles dope. Waar mijn broer ook les geeft, mijn vader en ik.
Dus we hebben heel wat talenten rondlopen. Eén daarvan is Dwelber Manuel. Die wil een tijdje naar Nederland willen halen eigenlijk. Maar dat lukt maar niet met de visumaanvraag en dat soort dingen. Ja. Dus we gaan het volgend jaar weer proberen. Dat hij hier terechtkomt. Ja. Om ze te kunnen te tonen eigenlijk. En, heel dik. Ja. Dus je bent nu echt gewoon ook talent aan het helpen en zo? Nee, zeker. Dat zeker, is nice, zeker, zeker. Die jongen, we hebben zeker al 6 keer aangevraagd om naar Nederland te komen. Ja. Telkens geweigerd. En dat houdt hem gewoon achter. Hij is nu B-klasser. Ja. Hij heeft het december moet hij zijn derde B-gevecht draaien in Suriname. Ja. En dan denk ik begin volgend jaar dat hij in Nederland vecht. Oké. Okay. Hopen we dan. Nice, dope. En hoe kijk je bijvoorbeeld naar die andere gevechten? Zeg maar, als je kijkt naar die andere divisions. Je hebt nu bijvoorbeeld zwaargewicht. Nu bijvoorbeeld Rico, die staat daar al heel lang. Wat vind je ervan? Van Rico, top. Ja, dat hij zo lang, zeg maar. Wie heeft dat gedaan? Niemand eigenlijk. Ja. En als Rico dat kan doen, ja, ik vind het alleen maar goed. Props to hem. Ik weet niet wat Rico allemaal gedaan heeft in die divisie is... Is gek, man. Dat is next level. Ja. Wie zie je nog meer als een goede contender of tegenstander? Voor mij? Ja, voor Rico. Voor jou weet ik al wie jij wilt. Voor Rico. Ja. Ik weet niet wat Alistair tegenover hem gaat doen. Ja. Wat wel een goed. Alistair heeft me verrast, hoor, tegen Badr. Ik dacht echt dat Badr ging winnen. Ja, Badr was ook aan het winnen, toch? Ja. I didn't know what happened in the second round. I was like, hè? Maar wacht even, hij is toch aan het... Ja, maar daarom zeg ik, dat is iets wat wij als kijkers nooit zullen begrijpen. Van, wij kijken ernaar, jullie staan ook echt in de ring. Wij weten niet, wij zitten alleen maar te roepen. Oh. Misschien was Badr op dat moment moe, die klap kwam iets harder dan verwacht. Ja, want je kan een klap onverwacht, ja. Dus ik denk misschien op die manier. En ja, denkt hij misschien van shit weer, gaat het weer zo. Ja. Zit het al in zijn hoofd. Ja. Dan komt die tweede achter, dan die derde achter. Ja, dan Is het snel gebeurd. Ik hoop dat hij blijft in kickboksen, man. Ja. Het blijft een fenomeen in de sport. Maar tegen wie kijk jij allemaal op, zeg maar in de sport? Zeg maar wie nu vecht of heeft gevochten. Wie waren voor jou jouw helden? Heb je ook kickboxhelden dat je denkt van, ai, dat zijn... Helden, niet echt helden. Maar als ik naar mensen iemand... die je tof vindt. Ernesto Hoos sowieso, legend. Ja, Ernesto Hoos, ik heb vaak naar K1 gekeken. Ernesto Hoos, Andy Sauer, vond ik altijd een hele technische, goede timing. En ook de manier waarop je vocht. Eerste ronde een beetje uitkijken. Ja. Tweede opvoeren. Ja. En derde slopen. Ja. Ja. Die twee eigenlijk, En daar kijk je een beetje naar. Oké. En dan, hoe zie je jezelf over 5, 6 jaar? Wat gaan we van jou zien in de ontwikkeling? Wat zijn de next moves? Nog steeds lekker in zuur chillen en kaart werken. Nee, UFC? Over 6 jaar? Of? Dat is wel de bedoeling, man. Oké. Okay. Sowieso. Oké, dus de komende een paar jaar gewoon kickboksen en daarna gewoon UFC. Dat is de planning, ja. Dope. Nou, we gaan je blijven volgen, bro. Ja, whenever you're in the neighborhood, schrijf gewoon aan. Zal ik zeker doen. Je bent altijd welkom. Ik zeg altijd, mijn platform is jouw platform. Als je wil praten, is this the place waar je gewoon tegen je fans kan praten. Waar je kan uiten als je bepaald gevecht doet. Ja, ik ben wel een man van weinig woorden eigenlijk. Ik laat het liever zien in de ring. Zeker. Ja. Maar het is ook belangrijk dat je een paar woorden zeg maar gewoon... Dat klopt. Dat is een beetje een beeld hebben van... Dit is Donovan Wiss en als we weer vragen hebben... laat ze alle vragen onder in de comments weten. En dan nodigen we je weer uit. Het is gewoon belangrijk om gewoon... Klopt. Weet je, dus... Als je aan het luisteren bent, aan het kijken bent, waar je ook bent, welk streamingsdienst je aan het luisteren bent, support, laat een toffe comment achter. Wil je hem nog een keer zien? Reageer gewoon, like, subscribe. It's real talk, it's for the culture. Het is speciaal voor jullie thuis. Dus je bij jezelf denkt van, ik wil meer inspiratie. Dit is waar je inspiratie haalt. En dit is waar je ook de mensen beter leert kennen. It's real talk, keep it hard, keep it bang. Donovan van Wissen, thank you very much, man. Dank je wel, man. Shout out naar jou, doe groetjes daar zo'n su, man. Zal ik zeker doen. Ik kom snel weer terug. Ja, los. 8, 9 kilo weer erbij. Ja man, let's go!